Een hele goede morgen voor de derde keer. Mijn camera die wou niet wat ik wou. Het is vandaag 22 september 2018 en geen 2009, net zoals van de week. Nee, nog steeds niet. Het is gewoon 2018. Ik probeer mijn tas dicht te krijgen. Ja. En even zometeen de hondjes wat lekkers. En dan gaan wij de hort op. Ja, de hort op, de hort op, de hort op. En dan wensen wij Roderick, Karin, Karin, Roderick, ik, jij, wij, hij, zij. Jullie een hele fijne kijkplezier gewenst. Ja, met deze vlog. En ben je nog niet geabonneerd, doe het dan snel. En doe vooral gelijk een blauw duimpje omhoog. Doei. Ja, en ze weten dat wij dus weggaan. Ja. Eerst. Ja, zitten. Zitten. Eerst geef ik die grote vanzelf. Pak maar. Ja, pak dan. Ja, pak dan. Hier. Nee, lovely. Zitten. Nee, kom. Want, Alsjeblieft. Tot straks. Doei. Moet ik sleutels mee nemen? Ook handig. Hé, was je druk? Ja, fietsleutels bij. Fietsleutels heb ik. Wil je het eerst vasthouden dan? Kan ik even checken of ik erbij me heb. Lijkt me handig, hè? Fietsleutels. Ja, dat weet je wel. Okay. Wil je die dan even gelijk in de zak doen, die? En dan even de rits dicht aan je been. Yep. Hij heeft zo'n mooie shirtje aan. Jasje. Is mooi. Is mooi. Heb ik al post of niet? Heb ik al post of niet? Of ik al post heb? Pakketjes en zo, punt. Er zit iets in. Hè? Er zit wat in. Ja. Dunners. Hè? Dunners. Ja, pak dan even de. Hier. Nee. Handtrouw. Jeetje. Pakketje.nl. Wat zeg ik? Pakketjes.nl. Pakketjes. Wat zou dit nou wezen? Oh nee, ik moet zo. Blijft die ook open? Is leuk. Een vuilniszakje zo. Zo, jongen. Wat heb ik dan besteld dan? Ik weet het niet meer. Weet jij dat? Wat dit zou kunnen wezen? Ja, ik heb heel besteld. Ja, daarom juist. Ik weet echt niet meer wat het is. Dat gaan we zakken. Ja, bijna wel, ja. Jeetje, mina. Oh ja. Het is. Oh, hij is wel gaaf. Dit is groen. Ja, en de rest krijgen jullie van de week. Vanavond. Nou, dan zou ik niet lang niet wachten. Ik weet wat het is. Jij wel. Jammer, joh. Nou, het regent als de weet ik veel wat. Het regent echt, kijk maar, kijk maar. Het hele wegdek is nat en dat komt met bakken de hemel uit. En dat is niet meer leuk. Ik denk, nou, ik ga Ro helpen met de post. Maar ik blijf hier wel lekker staan en bij de fietsen. Ja. Dus ja, zoveel kan ik niet vloggen nu. Jammer. Komt thuis wel weer ofzo, of in de winkels. Ja, en toen was het weer even droog. Het heeft zowat de hele dag hier geregend. En ik ben dus nu lopend onderweg naar Roderick. Ja. Want Roderick heeft eten gehaald, waar ik ook nog bij was. Lekker een Turkse pizza. Ja, met kip. Kipdonner met kaas en sla. En met knoflook. Oeh, lekker knoflook. Ja, heerlijk. Oh, ik hou daar zo van, hè. Ja. Zo. Ja. En dan eventjes een uurtje even bij Ro even lekker knallen. Voor zijn administratie en alles doen. En dan morgen even knallen weer voor de bruiloft. Ja. Ik heb een hele Big Shopper tas vol voor de bruiloft al. Ik heb het een en het ander in de vriezer voor de bruiloft. Ja, we zijn lekker bezig.
echt goed bezig. Zag ik het zelf hoor. Ja. Ja. Hoi. Komt er mooi op. Scheelt weer. Dus We zijn er alweer bijna trouwens, bij Ro. Ja, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje blauw. Ja, kontje blauw inderdaad, ja. Dan ga ik even binnen door. Vind ik grappig, kijk hoe mooi groen. Mooi groen. Ja. Niks is er flat alweer. Ja, zo dichtbij wonen wij dus. Van elkaar af. Helemaal niet ver. Nee, ik zal de sleutels pakken. Dus even kijken of mijn dingetje nog goed vast zit. Mijn sleutels. Erg handig. Is hij thuis of is hij thuis? Ja, hij is thuis, want dat wist ik al omdat hij thuis was. Hey, dat is leuk. Ja, dat weet ik dat hij thuis is. Ja, ook weer oud nieuws. Echt wel. Ja, dan gaan we zo even lekker naar binnen met de lift. Ook handig. Jup, ook handig. Alleen mijn tas valt de zout vanaf. Naar binnen. Ik ben weer goed gekeurd. Dat is helemaal leuk. Oh, het is hier lekker warm, jongens. Het is hier lekker warm. Even naar 5 toe. Lekker naar 5. Ja. Ja. Joehoe. Koek. Ja, was ik weer. Daar was ik weer. En dan boven 5-3. Toen waren we alweer op 4. Dan zag ik 4. En toen waren we alweer bijna op. Kijk, daar zijn we op 5. Ja. Op 5. Ja. Lekker naar huis. Hoi schat. Zo, het is hier lekker licht, joh. Ben je ziek of zo? Ja, nou, ik heb een keer. Zo, ja, die kennen we altijd nog mee. Maar ik heb voor nu ook alweer een grotere doos. Maar die is wel weer handig. Om ook gewoon weer mee te nemen, ja. Ja, nou stop, helemaal goed. Mooie grote doos. Voor wat? Ja, het is hier een verrassing. Zeker. Eerst even eten? Ja, tuurlijk. Eerst even eten, wat denk jij? Ik dacht, andere dingen. Nee, we gaan eerst eten. Eten. Sowieso eerst even lekker eten. Ik heb daar even zin in. Even eten. En ik ben weer goed gekeurd voor de ooienpas. Ooienpas. Ja, ooienpas. Deze beter. Dus nou, we gaan eerst eten. Ja, jullie zien het goed. Ik ben even ergens anders. Ja, bij Roderick in huis. Ja. We zijn dus nu druk bezig. Ja, dank u wel. Ik heb nou net eventjes een schaar en een plakband gevraagd. En nog een stukje papier en een pen. Lijkt me handig. Want hij heeft dus namelijk een doel om dus een administratie te doen en dat in mappen te doen. Dus daar help ik hem maar bij. Wat lief toch? Ja, ik ben nog steeds lekker bij rood. Het is al pikdonker, wat jullie kunnen zien achter mij. Naar buiten toe, het is heel erg donker. Ja, en ik ben omringd door planten, want Ro is gek op plantjes. Maar wie wil er leuke plantjes opkopen voor een klein leuk bedrag? Voor een eurotje of 2, 3. Leuk.
Hij heeft planten zat. Wel amaryllissen. Hoeveel wat? Amaryllissen. Wat is dat? De Red Lion. Dat is een bloem aan een grote stengel. Ja? En daar komen 3, 4, 5, 6 bloemkelken aan. Zo groot ongeveer. Oké. Okay. Dat is mooi. Dus, wie er daar een beetje interesse in hebt, laat het even hieronder in weten. Dan sowieso, onze e-mail komt er ook nog even onder. Dat je dan eventjes kan mailen met ons. En dan kun je altijd even kijken naar de mooie plantjes. Ja, Roos namelijk aan het opruimen. Ja, misschien heb je zoiets van, hé, ik wil dat nog wel hebben hoor. Nee, een grapje. Nee, het gaat voornamelijk even over de plantjes. Ja, en een beetje opruiming. Mag ook geen kwaad, toch? Krijg lekker. Nee, maar dat is wel goed ook voor hem. En heb je nog oude plantjes wat dood is? Kun je hem ook weer hier geven, want die gaat hij dan weer mooi oplappen. Plantjes wat dood is, oplappen? Nou ja, half dood of zo. Ja, of... die amaryllissen zijn merendeels eigen kwijt. Ja, maar ik bedoel ook gewoon een beetje, ja, zoals dan eigenlijk minder als dat. Ja, oké. Dus dat, en dat vind ik dood. Dat, ja. Dat, en dat vind ik al dood. Blaadjes zijn een beetje verlept, ja, oké. Okay. Nou, en dat vind ik dood. Maar, hè, maar... Ja, nou, dat, of andere plantjes, dat je zoiets van, ja, weet je, ik weet niet hoe ik het weer te leven kan brengen. Neem contact op met Roderick. Ja, via de e-mail. Erg handig. Ja, dan kan hij weer dat een beetje oplappen. Dat vindt hij leuk. Dus, en alle dingen zijn weer welkom. En heb je een probleem met de computer? Daar is Ro ook weer goed in. Yep. Sloop de boel even. Dus, maar Ro die moest 50% doen van zijn administratie. Hij heeft meer dan 50% gedaan, dus duimpje omhoog. Genoeg geheugen, dat scheelt ook weer. Genoeg geheugen, dat is mooi. Pijn geheugen. Een hele grote geheugen en voor je hoofd zeker, of niet? Ja, en laat je geheugen eens even vallen. Ja, dat is mooi. Nog meer geheugen. Ja, dat is mooi. Een rol geheugen, kijk hier, allemaal geheugen dingetjes. Dat is mooi. Erg gaaf. Ja, precies. En wij gaan zo meteen weer naar Mennes. Oh, dat doe ik zo meteen zelf. Ja. Kijk, doe ik gewoon even zo. Ja, Roos is eventjes Lady lekker even aan het kammelen. Roos van kammelen. Hè? Het kammelen, die ken ik toch niet. Kammelen, is leuk. Kamelen ken ik wel, maar kammelen. Kammelen. Ja, hij is even Lady even aan het kammelen, kijk. Kijk. Er komt gelukkig niet heel veel haar vanaf. Nu valt het wel mee, toch? Ik vind het wel best. Ja, jij ook gelukkig, toch? Huh? En jij vindt dat lekker, hè? En rustgevend, of niet? Ja, je doet er iets goeds mee. Je ziet dat het dier van geniet. Max moest er in het begin ook helemaal niks van hebben. Dan is dit dan aan en dan doet pijn, ik wil niet en dit en dat. En het laatst ging gewoon lekker liggen, ook lekker kam. Ga vooral je haar. Mm-hmm. En als ze starten mocht je absoluut niet aankomen. Heel veel geduld. En toen dit prima, ze staart ook gekomen werd. En nog gaan likken in je gezicht, van nou, ga maar vooral door met dat ik kan. En op zijn rug gaan liggen, dat ook zijn buik gekant moest worden. Ja. Nou. Dat is toch leuk? Ja. Lekker. Oh, er zit een pluk haar aan de nek. Aan de zijkant bij jou. Bij jou. Aan jouw kant. Ja, dan moet je ook niet in gaan liggen. Dan moet je er even de haartjes gewoon aan de kant vegen. Er ook niet in kan liggen, hè meid? Ja, raar waar je gaat in. Niet klein.
Lekker hè. Ja. Zo, het is een beetje donker, maar dat maakt helemaal niet uit. Wij gaan de vlog afsluiten. Het is al inmiddels 2:30 in de nacht. Ja. 2:30. Ja. Vonden jullie deze vlog nou leuk? Dan zouden wij heel graag willen zeggen, vertellen. Doe een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Dus dat wordt typwerk voor jullie. En ook weer typwerk voor ons. Abonneer even op ons kanaal. En dan kun je het belletje aandoen. Niet zoals wat hij van de week zei. Eerst het belletje en dan abonneren. Nee, dat gaat niet. Dus, en dan zouden we zeggen weer tot straks. / tot morgen. Doei.